Ik vind het, uh, uh, wat ik interessant vind, is het, 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 de, de mogelijkheid om het herstel van je lijf te ondersteunen. Dus uh, ik ben uh, bijvoorbeeld begin dit jaar, uh, uh, f, ik, ik werd vijftig en ik had zoiets van, ja, ik moet nu, ik moet serieus iets als sport gaan doen. Ik had een podcast geluisterd van iemand die zei, je, uh, wat je tussen je vijftigste, of eigenlijk wat je doet vanaf je vijftigste aan sport, dat bepaalt de, de, de volgende twintig, dertig jaar van je leven, de kwaliteit daarvan. Um, en ik ben met, ik, ik ben crossfit gaan doen omdat ik goede dingen hoorde over de mobiliteit, dat soort dingen. Nou, lang, verhaal kort, het sloopt. <laughs> het sloopt me echt. Het is echt heel zwaar. Maar ik vind het superleuk, ik vind het echt tof, ik ben heel fanatiek. Um, maar ik ga, ik, ik struggle met spierpijn en met, met herstel. Uh, en ik had zoiets van ja, misschien is dat toch ook wel. Um, uh, kan ik dat helpen met zoiets? Sporters gebruiken dit vooraan vooraf aan het sporten om meer energie in die cellen te hebben mm -hmm. en dan dus meer te kunnen knallen in de sportschool. Ja. En ze gebruiken het achteraf voor versneld spierherstel. Ja. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, uh, dat is misschien placebo effect. licht, waar hebben we het over? Nee, honden met wonden. Ja. Die wonden van die honden genezen sneller in het licht dan zonder het licht. En dat geldt ook dus voor spieren. Ik bedoel een, een... Nou, dit, gaat over, dit gaat over wondherstel. Maar het, ja. gaat, het gaat ook over spierherstel. Ja. Ja, dus dat, dat vond ik wel een heel mooi uh, feitje. Dat, uh, dat die wonden van die honden ja. sneller genezen. Nou, ja, het is een mooie tongbreker inderdaad. De wonden van de honden. Ja, ik moest sneller mee... gaan ja. Denken of het wel goed zei. Maar goed, dus dat, uh, maar, maar ik denk dat, dat weinig mensen realiseren dat dus die lampen in staat zijn om eigenlijk door je huid heen te schijnen. Ja, ja, gaat echt je lichaam in. Ja, en en dus ook daarvoor spierherstel te zorgen. Dus ja. Als je bijvoorbeeld, weet ik veel, je stel, ik, heb, ik heb nu heel erg spierpijn op mijn schouders bijvoorbeeld, dat ik zoiets heb. Van, ja, als je dan daarvoor gaat staan, dat dat dan daardoor heen. Dreekt. Nou, goed, ik ben heel erg benieuwd, omdat uh, ik denk dat het nu uit, het wordt nu ook weer winter, weet je. Ik, heb, ik mis het licht ook, weet je. In de zomer heb ik zoiets van, ja, dan ben ik veel buiten, maar nu, um, uh, nu heb ik uh, heb ik het idee van, ja, dit. Uh, uh, ik heb zoiets in mijn huis nodig. Ik, ik heb geen ruimte ervoor. <laughs> dus dat. Uh... Het zijn op zich hele platte panelen. Je kan ze zo tegen de muur aanhangen. Dat doe ik thuis ook. Oké, okay, ja. Um, het is gewoon zeg maar ongeveer deze dikte. Die grotere zijn misschien iets dikker. En die hang je gewoon recht tegen de muur aan. En ik sta ervoor en ik luister, ik luister naar jullie podcast. Ik ja. Wil, uh, ja. ja, het is ideaal inderdaad. Ja, nou, ik, ik, ik een muurtje zou ik vrij moeten kunnen maken. Dat moet lukken gewoon. Ah, boom. Daar zijn we. <laughs> ik heb het tegenovergestelde van die gevoelstemperatuurcrisis. Ik heb een soort gevoelstemperatuur uh, dat het heel positief is. En dat ja. heeft te maken met. Ik heb zo'n zo van Daan de Wit, zo'n rode lichtding uh, oh ja. gekocht. Ja. En als je daarvoor staat, dan heb je dus echt het gevoel dat je gewoon. Dan heb je de hele dag het gevoel dat je in de zon hebt gestaan. Hmm. Dus dat maakt niet uit wat voor weer het is. Gewoon de hele dag heb ik zoiets. Ah, het lekkere weet je. Dat, uh, ik heb in de zon gestaan. Ah, boem.